the boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Welkom bij Basisschool Maria Middelares in Sint-Joop in 't Goor. Wij zijn sinds 2014 bij de Broeders van Liefde. Wij zijn een school in het dorp, van het dorp. Wij geven dagelijks aan ongeveer 570 leerlingen les met veel plezier en op hun niveau. Hoe we dat doen, dat tonen we je nu. De nieuwe gebouwen van Maria Middelares hebben een pak deuren. Maar die zijn eigenlijk overbodig. Hier staan de deuren gewoon open. En als leerlingen daar zin in hebben, dan kunnen ze snel een minuutje uit de klas naar de beweeghoek. Een hele dag stilzitten is hier verboden. Eén keer per maand komen we samen met de kinderen die verkozen zijn uit hun klas. Samen bespreken we zaken die op school lopen. Ze kunnen dingen, soms ook ludieke acties, opzetten. Ze kunnen nieuwe ideeën aanbrengen of dingen bijsturen. Ik zit in het kinderparlement en wij hebben een winkeltje uitgevonden. Je kan allerlei materialen uitlenen en we proberen de leerlingen zo meer tot spel te creëren. Binnenspelletjes spelen, buitenspelletjes spelen, in de turnzaal spelletjes spelen. Na vee komt slee. Maar het kan niet allemaal sport en spel zijn. Er moet ook hard gestudeerd worden. Met de hele klas of even apart wat extra oefeningen. Voor zij die het nodig hebben of voor zij die wat extra uitdaging willen. Dit is de piraat zonder naam. Ja, en wij gingen juist een piratentocht doen, dus heb ik daar hier op geschreven. Na het eten kunnen de kleintjes een dutje doen in het slaapklasje. Maar de vraag is, waar zijn de leerkrachten? Zoals je ziet, dat is hier de lerarenlokaal. En we zitten hier met een viertal leerkrachten aan tafel, van toch wel een groot aantal leerkrachten. Onder de middag hebben wij het ook wel heel druk, want wij moeten heel wat toezichten doen. En tussendoor vinden wij nog een gaatje om onze boterhammen op te eten. We hebben op school een prachtige bibliotheek. De kinderen hoeven niet naar de gemeentelijke bibliotheek, maar kunnen hier wekelijks nieuwe boeken ontlenen. Als ik dit niet geen leuk boek vind, dan kies ik een ander en dan zet ik dat terug in de kast. Heb je het al gezien? De deuren van onze klassen staan letterlijk open. Dat betekent dat je in elke klas welkom bent en overal gerust een kijkje mag nemen. De kinderen en wij zullen blij zijn je te zien.